Arie Boomsma slaat terug na uithaal Youp van 't Hek. Van fitnessgoeroe en presentator Arie Boomsma weten we dat hij lekker gevat en luchtig kan terugslaan na bakken kritiek. Maar na een best wel vernietigende column van Youp van 't Hek, die Arie onder meer een gereformeerde inklap noemde, klimt Arie weer eens serieus in de instappen. De aanleiding voor deze zoveelste BNR-visie is, het zal je niet verrassen, de rel rondom de heren van Veronica Inside die nu met elkaar in de clinch liggen. Arie ging vorige week voorop in de strijd om adverteerders rondom 6 op te roepen zich terug te trekken na vermeende racistische grappen van Johan Derksen. En daar reageerde Youp dan weer enorm fel op. Het kost mij meestal weinig moeite om niet te reageren op columns en reacties waarin ik besproken word. Sommige mensen vinden mij stom, andere mensen vinden mij leuk, schrijft Arie op Instagram. Voor Youp maakt hij nu dus een uitzondering door wel te reageren. Het maakt niet uit. Je mag vinden wat je wil, en je mag in dit land gelukkig ook zeggen wat je wil. Je mag racistische dingen roepen. Maar waarom zou je dat willen? Mij en andere mensen die hun mond opentrekken als er iemand racistische dingen roept, een NSB'er noemen. Dat mag, vervolgt Arie. Het kan zijn dat de ironie in die opmerking je ontgaat. Volgens de sportschoolhouder gaat het hier om een wit, rechts deel van de samenleving dat moeite heeft met minderheden vanwege huidskleur of geaardheid. Ook strooien deze mensen volgens Arie wild om zich heen met woorden als deuger en gutmug. En daar verzet hij zich nu tegen. Arie denkt dat de mensen die hij in zijn stukje tekst aanspreekt, eigenlijk zouden willen dat mensen met een ongemakkelijke mening voortaan zouden zwijgen. En het moet gezegd, zwijgen bespaart een hoop onrust, en heel veel negatieve energie, geeft hij toe. Maar weet je, als iedereen zwijgt uit angst ervan langs te krijgen, verandert er nooit iets. We kunnen die bepaalde periode in onze geschiedenis er nog wel even bij halen, toen er ook zo gezwegen werd terwijl de minderheden ervan langs kregen, maar dat is te makkelijk. En daarom koos Arie ervoor om juist wild te reageren. Want makkelijk is meestal niet de juiste weg. Arie Boomsma Instagram. Het kost mij meestal weinig moeite om niet te reageren op columns en reacties waarin ik besproken word. Sommige mensen vinden mij stom, andere mensen vinden mij leuk. Het maakt niet uit. Je mag vinden wat je wil, en je mag in dit land gelukkig ook zeggen wat je wil. Je mag racistische dingen roepen. Maar waarom zou je dat willen? Je mag zelfs, als de muzen je even in de steek laten, een platgetreden vergelijking maken met de oorlogstijd in een debat over de actualiteit. Mij en andere mensen die hun mond opentrekken als er iemand racistische dingen roept, een NSB'er noemen. Dat mag. Het kan zijn dat de ironie in die opmerking je ontgaat. Een wit, rechts deel van de samenleving dat moeite heeft met minderheden vanwege huidskleur of geaardheid. Witte mensen die wild om zich heen smijten met termen als deuger en het Duitse gutmug. De ironie ook dat je met zo'n rollige rieder in de mond snoert die er anders over denkt dan jij. Daarna samen hopen dat mensen met een ongemakkelijke mening voortaan zwijgen uit angst om besproken te worden, overspoeld met woede die in de meeste gevallen eigenlijk ergens anders vandaan komt. En het moet gezegd, zwijgen bespaart een hoop onrust en heel veel negatieve energie. Maar weet je, als iedereen zwijgt uit angst ervan langs te krijgen, verandert er nooit iets. We kunnen die bepaalde periode in onze geschiedenis er nog wel even bij halen, toen er ook zo gezwegen werd terwijl de minderheden ervan langs kregen, maar dat is te makkelijk. Dus laat ik dat maar even niet doen. En toch reageren vandaag. Makkelijk is meestal niet de juiste weg.